Hey, S, ik daag je uit om ook die bruggetjes te gaan doen. Uh-oh. Als ik zie hoe ze rijdt, ja, dan snap ik dat ook wel. Ashley moet weer even op de foto. Hoi allemaal, leuk dat jullie... Oh, dit gaat alweer niet soepel. Hoi allemaal. Ik ben vandaag op de belevenisboerderij met Willemijn. Hallo. En de belevenisboerderij is van Willemijn. En ik doe vandaag mee met ringsteken te paard. Jullie zien het hier al een beetje boven mij. En ja, ik hoop dat ik het kan. En ik ga meedoen op Woesh van Willemijn. Dus ik ga je vandaag meenemen in het ringsteken. Ja, Woesh is pas 4 jaar oud. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen. Maar met Ashley de rijtalenten moet dat wel kunnen, denk ik. Ik hoop het. Kijk, zo lang is de baan ongeveer. En heb je daar zo helemaal achter. Hij zoomt niet zo heel erg snel in. De eerste, dan hier de tweede. En je kan kiezen of je hoog of laag wil. En dan hier zo de laatste. Daar is ook nog een pony die meedoet. En ja, ik ben benieuwd. Zin in! Ja, ik ook. Kijk hoe leuk. Dit is Willemijn haar trailer. En hier is Anouk. Anouk doet mee met Indes, met de eigen pony. Ja, die heb ik even opgehaald vanochtend. Ja, ze heeft Anouk even opgehaald. En wij kennen elkaar trouwens al heel erg lang, voor de mensen die het niet weten. Dus het is echt super leuk dat we dit met z'n allen gaan doen. Met z'n drietjes gezeten. Ja, op de middelbare, vanaf de eerste klas al. Dus dat is al heel lang geleden eigenlijk. Dus super leuk. Ja, wel echt lang. Kijk, Willemijn Oosthoek. Een belevenisboerderij. Het is echt zo'n mooi trailer. Nou, welkom op de belevenisboerderij. En vandaag wordt een spannende dag, want vandaag gaan we ringsteken. Ja, Ashley doet mee op Woesh, dus daar zijn we ook erg benieuwd naar. En we maken er een mooie dag van. Kom ook een keer zelf langs en geniet van alle dieren die we hier hebben. En kom ook naar Woesh kijken dan. Dit is de speelnatuur van Oer, is ook op die belevenisboerderij. Hier kunnen kinderen lekker vies worden, dat is vooral de bedoeling. En we hebben allerlei bruggetjes over het water en touwen en een slinger. Dus kunnen ze zich goed vermaken. Hey, en S, ik daag je uit om ook die bruggetjes te gaan doen. Uh-oh. Oké. Okay. Deze is leuk om even samen te doen. Oké. Ik moet bij de paal beginnen allebei. 5, 4, 3, 2, 1, start! Ze gaat echt hoor. Nou, dat ga ik dan niet. Wil je dit ook doen? Ja, dat moet er van. Juist. Ja hoor. Nee, het zou nog leuker zijn als je erin valt. Als ik nu uitblijf. Nou, hier hebben we Freek en Vonk. Kan je ze gewoon aaien? Ja, vooral die vindt dat heel lekker. Oh, dat voelt echt heel raar, heel hard. Ah, schattig. Kijk, als je hem heftiger aait, dan gaat hij op zijn rug liggen. Serieus? Kijk, gaat hij half omvallen. Zo. Oh, lekker maar chillen. Dit is toch schattig? Lekker hè, Vonky. Hier hebben we Jelle en Willem. Deze zijn vorige week geboren. Ach, en, waar zijn ze nou daar achterin? Deze staat te drinken, hier aan deze kant. Oeh, kijk naar hem. Je ziet hem heel een beetje daar. En Jelle ligt daar in de hoek te slapen. Ah, daar zo. Twee stiertjes. Heel schattig. Deze kijkt altijd heel blij, want die krijgt een bakje voer. Ah. Die kijkt altijd helemaal zo, oh, mag ik alsjeblieft nog? Ah, ze lekker aan het eten daar zo. Heel schattig. Via de stal lopen we naar de horeca toe. Gaan we hier. Met de open.
Hier brandt de kachel lekker, dus hier kunnen we weer een beetje opwarmen. En dan staat hier mijn moeder altijd achter de bar. Hier een lekkere plek om te lunchen en een drankje te doen. We verkopen ook bakjes voer voor de geiten. En in januari hebben we weer flesjes melk voor de papballetjes. Ah. Oh, hij doet het niet. Oh, dit laat ik erin hoor. Hallo. Oh, 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 wat is dat dan voor geluid? Huh? Ik hou niet zo van kalkoenen. Oh, kipjes allemaal. En hier zitten dus de kippen en de kalkoenen en de... Oh, dit is heel schattig. Ik kan me nog... Weet je nog dat wij hier TikToks gingen opnemen met You en met Stan en met... Ja, die staan er nog op. Ja, en toen gingen we hier zo... Gingen ze zo'n foto met die jurk. Alsof het een gevangenis was. Ja. Oh, ik ga kijken of ik die nog in de... kan vinden ergens, want mijn TikTok-account is natuurlijk verwijderd. Oh, misschien kan ik ze ergens nog vinden. Ja, maar je ding had hem erop gezet. Thomas had hem erop gezet, ja. Had hem erop gezet, ja. Nou, als ik deze filmpjes nog kan vinden, dan doe ik ze nu in de vlog. Ja, helemaal leuk. Dit is onze menwagen. En hiermee doen we roetritjes met paard en wagen. En Ashley gaat nog een keertje twee spannen bij je hier zo. Met Tinkerbro en Mo. Dus dat wordt ook weer leuk. En als jullie dat ook willen doen, dat kan het zeker. Via de beleefdheidsboerderij of via mijn e-mailadres, dan komen jullie hier helemaal terecht. Ja. Hier hebben we Mo. Toch Mo? Jij gaat ook meedoen, hè? En hier hebben we Pip. En Pip is de dochter van, zo zeg je het goed toch? Ja. Van Mo, ja. En Boes is ook de dochter van Mo. De dochter, de zoon van Mo. En die staat... Ja, hier zo! En ik ga Boesje. Ja, en daar is Tinkerbell, je wedstrijdpony. Hey Boesje! Hey jongen, ga je braaf zijn vandaag? Gaan we winnen? Kijk, zoon, mama, dus. Leuk toch? Hele familie hier zo op de boerderij. En ze zijn ook, of allemaal bedoel ik, Woes en Pip, die zijn allebei hier zo geboren op de belevenisboerderij. En Tinkerbell, die heeft ze nu al echt heel lang, ik weet niet eens hoe lang, maar echt heel lang. En daar rijdt ze ook gewoon springwedstrijden mee, best wel hoog niveau. Die kan echt heel goed springen. Dus, en dressuren trouwens. Nou, ik ben benieuwd hoe Woesie het gaat doen. Oké, ik heb dus eventjes een setje gekozen. Ik ga met dit paarse setje. En met, hij waait bijna weg, het waait best wel hard. En met dit shirt van Hipposor heb ik die gekregen. Dus die ga ik gelijk gebruiken vandaag. Boesie, kijk nu zie je echt hoe die, kijk hij wordt al helemaal klaargemaakt joh. Allemaal hulp. Oh kijk. Dat is de vader van Willemijn. Oké, nou dat. Kijk, Anouk en ik zijn matching. We hebben dezelfde cap. Ik durf ze met. Oh ja, Willemijn heeft hem ook. Maar, een fijne cap. Ja, ik vind hem ook echt super fijn. Maar ik durfde mijn cap Italia niet op te doen. Ik dacht, ja, je weet maar nooit. Ik vind het toch een beetje spannend met dat ding. Ah, heel schijter. Ja. Ik ben ook echt zenuwachtig, want ik heb dit nog nooit gedaan. En dadelijk kan ik het niet. Ja, dan kunnen we ook lachen. Ja. Kijk, Willemijn die kan het heel goed. Want die doet het elke keer met de car zelfs, hè? Ja, maar dan gaat ze eigenlijk makkelijker. Want dan moet één iemand rijden en de ander steken. Oh ja. En nu moet je en rijden en steken. Oh ja, dat is waar. Jij ging altijd verkleed. Ja. Oh, zo jij mag ook verkleed, maar jij ging gewoon in het paars. Echt. Oh my god, als ik dat. Oh, als je dit volgend jaar gaat doen, dan ga ik met mijn hopelijk nieuw paardje meedoen. Ja. En dan ga ik verkleed als prinses of zo. Ashley gaat opzadelen. Ja, is dat echt mooi. Ja, echt een leuke kleur. Kijk, ja, inderdaad. Moet die hier doorheen? Nou, dit is de outfit. Helemaal mooi. Oké, okay, Roy gaat de vel niet meetrekken. Oh, ik ben echt bang. Ze gaat de rugnummer op mijn rug doen. Je arme shirt. Ik vind dit heel eng. Nou, nummertje. Ja, ik ken Boes wel. Ik ken Boes al sinds dat hij veulen is. Sinds dat hij geboren is. Ashley, probeer even je rug te filmen. Nummer 5.
Helemaal mooi, matchie. Oh. Nou, Woesje is een beetje ongeduldig. Maar er zijn allemaal, ja, Ashley ook natuurlijk. Nee, er zijn allemaal leuke tinkertjes. Ja. Helemaal leuk. Beetje overbelicht. Ik weet niet of ik dat fix. Maar niet uit. Nou, daar gaat ze. Ik ga toch even handschoen van Naomi, want ik ben hier van mijn kwijt. Oh, ja. Ik heb ze anders ook. Ik vind het wel heel mooi staan. Ja? Ja, het staat je goed. Ja, nu wel. Ik had er 3. Helaas kan je niet meer rijden op Jess. Ja, ja, dat is wel zo. Ik had er 3, hè? Ja. En in de eerste had ik er 1. Ga gewoon winnen, joh. Hij is zo ontzettend braaf. Hij was in het begin dat hij deed, ging pakken. Zat helaas niet veel, maar ik bleef zitten. En nu heeft hij zijn energie een beetje kwijt. En nou gaat het goed. Toch, Woes? Ja. Ik blijf overal staan.
ongelooflijk applaus voor alle ruiters. En jullie ongelooflijk bedankt voor jullie gaan kijken. Gaat zien. En kom nog even. Ashley, onze YouTuber, is nummer 1 geworden. Iedereen wil nu graag een coolie bag met allerlei leuke dingen erin. Ja, we gaan nog even buiten uitstappen. Benieuwd hoe dat gaat. Ja, maar het was leuk toch? Ja, hij heeft het een beetje goed gedaan. Dankjewel. Ik heb de vlog nog nooit bekeken, maar ik heb gehoord dat ze heel veel volgers heeft. En als ik zie hoe ze rijdt, ja, dan snap ik dat ook wel. Ja. Het was de eerste keer eigenlijk dat ze op Woes reed. En dan toch die rust over kunnen brengen op een hele jonge pony. Heel knap. Dus ik ga het vaker kijken. Ja. Geweldig, vertel. Wat is leuk over zijn fluisvoorpluk. Anouk is camera schuw. Oh, Anouk, vertel. Nou, inderdaad is een hele leuke pluisvoorpluk, wat weinig paarden hebben. Dat, ja, kijk, had ik maar, dat had ik in mijn verhaaltje gezet, dat ik dat een van de leuke dingen aan hem vind. Hij heeft echt zo'n baby voorpluk. Terwijl Woes is een baby en die heeft geen baby. Woes heeft een normale voorpluk. Ashley moet weer even op de foto. Oh. Kijk, die is leuk. Geen bireel bij jou, alleen de foto. Toen we willen bijna. Oh, dat is een nieuwe. Ja. Hij heeft een paard. Ja. Iedereen heeft een. Ja. Hey. Moet Woes je hals zo houden? Oeh. Ik ben eindelijk thuis en kijk hoe leuk. Ik heb een goodie bag, want ik ben natuurlijk eerste geworden. Dus ik ga jullie eventjes een soort van mini unboxing geven wat ik nou eigenlijk gekregen heb. En laten we snel beginnen. Ik ben dus eerste geworden en daar heb ik dus een... Dat ik trouwens eerste ben geworden had ik never nooit verwacht. Want ik heb echt nog nooit ring gestoken, geen idee hoe ik dat zeg. En normaal gebeurt het dan met een paard en wagen en nu rijdend. Maar ik vond het zo leuk. Echt, volgend jaar ga ik het ook sowieso weer doen. Omdat ik eerste werd, kreeg ik deze van Willemijn. Superleuk. Een schaapje met een roze, hoe zeg je dat, een jasje aan. Dat is echt heel erg schattig. Dan als tweede wat in de goodiebag zat. En die goodiebag heeft iedereen volgens mij gewoon gehad. Een gratis softijsje ter waarde van 1 euro. Dan heb ik een waardebon van 15 euro te besteden bij de boerderij. Dus dat is echt hartstikke leuk bij de belevenisboerderij. Dus die kan ik ook gaan uitgeven daar. Dan, dit hoort niet in, heb ik Billy Clean Paarden Shampoo. Hier heb ik nog nooit van gehoord van dit merk, maar het is dus paarden shampoo, die zat er ook in. Dan kruiden paardensnoepjes. Oh, wat leuk, paardensnoepjes. Best wel veel ook, 1 kilo. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Nou ja, mijn paarden zijn er blij mee waarschijnlijk. Hij is nog niet leeg. Stal Oosthoek. Oh, wat leuk, een kaartje van Willemijn. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou, een kaartje van Willemijn. Nou, dat was alles wat ik gekregen had. En hartstikke leuk dat jullie deze video natuurlijk gekeken hebben. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie van deze video vinden. En wat jullie ervan vinden dat ik dat ringsteken gedaan heb. Een keer iets heel erg anders. Ik bedoel, normaal dan ben ik dressuur aan het rijden of maak ik een sprongetje. Maar dit is echt een keer iets heel anders. En ik vond het ook ontzettend leuk om te doen. Ik ga dit zeker volgend jaar weer doen. Misschien dan met mijn eigen paardje. En Willemijn zei al tegen mij dat ik wel een keertje op
woensje een springparcoursje mocht doen. Dus dat is wel leuk, een oefenspringwedstrijd. En ze vond dat ik hem goed reed, dus dat is leuk om te horen natuurlijk. Ik heb niet echt heel erg veel moeite gedaan om hem netjes te laten lopen of zo, maar ik dacht, ik wil hem wel goed onder controle hebben. En toen ik die baan in kwam rijden, dacht ik, oké, dit gaat niet goed komen. Want hij was zo sterk en ik merkte gewoon, hij had zoveel energie. En ik merkte ook, ik dacht, als ik hem nu laat gaan, dan is hij weg. En toen op een gegeven moment dacht ik, waar maak ik me druk om? Het komt allemaal goed, het komt altijd goed, dus nu ook. En toen ging het eigenlijk hartstikke goed en toen werd hij rustiger en toen heb ik heerlijk kunnen rijden. En superleuk ook en met dat ringsteek, het ging hartstikke goed. Dus ik ben helemaal blij. Volgens mij ben ik niet meer scherp, kijk nu weer. Ik ken Willemijn trouwens al, ja, hoe lang zou het zijn? 8 jaar denk ik nu dat ik Willemijn ken. En Anouk trouwens ook, we waren met z'n drieën altijd hele goede vriendinnen in de klas. Nou, beste vriendinnen eigenlijk, superleuk, dus zo lang kennen we elkaar al. En Willemijn die woont al heel erg lang op de boerderij en die heeft ook al heel erg lang eigen paarden. En vroeger ging ook altijd mee en nu eigenlijk de laatste jaren gaan we ook met de paarden echt wat doen. En nou heb ik natuurlijk niet een pony waar ik op kan rijden, maar ik mag dan best wel vaak op Willemijn haar paarden of gewoon mee. Of Anouk die is met haar paard en dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik zal vast vaker naar Willemijn toe gaan om een keer wat leuke filmpjes te maken. Dat waren we eerder ook al van plan. Maar dat was er toen niet van gekomen. In ieder geval, hartstikke leuk natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Doei!